Hey mensen, welkom terug in Absolute Drift. Vandaag gaan we gewoon weer verder met Free Roam. Zoals jullie zien, ik heb het ook in de vorige video uitgelegd, maar misschien hebben jullie de vorige video niet gezien. Ik heb geen facecam meer. Dat kwam omdat ik altijd mijn facecam opnam met mijn telefoon. Alleen in al de tijd dat ik dus een facecam heb gehad, is het altijd fout gegaan. Omdat tijdens het opnemen het geluid al niet gesynchroniseerd weer was met het beeld. Waardoor ik dus ook qua editen helemaal niks meer aan kon doen om het te verbeteren. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder met Absolute Drift. Wereld 1 hebben we voltooid. Dat is nu helemaal goed. Wereld 2 hebben we niet voltooid. Volgens mij moeten we hier naar boven toe. Om dat te vinden. En ik doe het nu een beetje moeilijk. Omdat ik ben vergeten een timer aan te zetten op mijn telefoon. Zodat ik een beetje de tijd bijhoud. Dat was weer een botsing. Waar staat het? Hier. 15 missies left. Oké. Ik denk niet dat we dat in de video van vandaag kunnen gaan voltooien. Maar ik ga mijn best doen. Bij de Tofu Factory is er al zo, weet je. Ik moet er nog 3 van vinden. Spin in the corner. Ik heb geleerd hoe ik dat moet doen. Hopelijk lukt me dat nu. Als ik even... Ja, oké. Ik moest even de knop vinden voor handbrake. Zo. Ik heb niet bepaald gedrift. Maar goed, 4 van de 18 missies. Daar is een vierkantje. Ik dacht heel veel dat ik daarvoor het dak op moest. Maar dat hoeft dus niet. Ik kan me niet meer herinneren of ik Nagano al heb gedaan. Dus ik ga hem nu niet doen. Voor het geval dat ik hem wel al heb gedaan. Zo, ik ben ook rondom de tank gegaan. Drift under the pipe. Dat telde niet? Ja, oké. Toen ik helemaal recht onder de pijp stond, ging ik dat vrij recht door. Oh, drift under the pipes. Oh, wat een prachtige drift. Dit is echt prachtig of zo. Maar, shit. Ik wil zeggen, ik heb hem. Het gaat gewoon goed. Maar dat deed het dus niet echt. Weer de muur. Waarom zijn er muren? Het is Absolute Drift. Dan zou je gewoon eeuwig moeten kunnen driften. Ik zeg maar wat. Natuurlijk zijn er muren, anders is het niet moeilijk. Zo. Donuts word ik al beter in. Donuts around the dikker claw. Ik zeg nu donuts word ik al wat beter in, maar tegelijkertijd verpest ik het wel. Ik doe dat niet echt een donut, maar goed. Drift between walls and containers. Dat had cool moeten zijn. Oh fuck. Bedenk even dat het cool was. Ook al was het niet. Maar ik weet zeker dat je kunt bedenken dat het cool was. Drift between the building and container. Nope, die telde niet, dacht ik al. Die telde wel. En ik had hem bijna. Ik weet niet waar ik nu heen moet. Oh, hier is gewoon een dingetje over land. Probeerde over de ramp te gaan. Sorry voor dat. Spijt mijn auto. Donut around the crane. Soort van. ik ben al bijna halverwege volgens het spel, maar goed.
Ze gaan een beetje makkelijk met wat een donut is om. Ik zie hier weer een kruisje. Drift under the fork. Oh, dat is een smal gebied. Nope. Dan doe ik eerst maar de donut. Ja, zie je, je kunt er ook gewoon een soort van langs rijden. En dan telt het wel mee. Oh, het ging zo lang goed. Ik dacht heel veel van... Ik word bijna goed. Oh, nog maar 3 missies. Eentje daarvan is de vierkantjes zoeken. Dus dat is gewoon een rotklus. En de andere weet ik niet. Vallen de driftkana's onder... missies? Ja, hier kan ik in elk geval een donut maken. Niemand zag dat ik naar de muur raakte. En ik ga even door de paint shop. Om een nieuwe leuke kleur te krijgen. Oh, nee. Ik ben niet van het roze. Sorry als we meisjes kijken. Of jongens die van roze houden, maar daar ben ik niet van. Oeh, all black. Dus net de black on black. Van Mad Max, de game. Laat trouwens even weten of jullie graag video's van Mad Max, de game, willen zien. Want ik heb het en ik ben al vrij ver. Maar ik zou op zich best overnieuw willen beginnen. Om video's over te maken. Maar laat me dus even weten of je dat zou willen zien. Het is een heel coole game. En ik heb de missies voltooid. Dus we gaan naar wereld 3. Moet ik eerst daarheen gaan rijden? Maar goed. Wereld 3, here I come. Dat zag je niet. Oké, hier kan ik terug naar de original. Blijkbaar zou ik dat willen. 1 van 23 missies gedaan. Oh, dat ging niet al te goed. En hier zag ik jump over the gap. En nu moet ik om de lamp een toilet maken. Wat heb ik gedaan? Spin between the buildings. Oké, ik had niet genoeg sluit opgebouwd. Dat dacht ik al, maar goed. Dan ga ik nog maar even erin. Dat telt mee. Wat is hierboven? Donut, the train and cars. Oeps. Ik zag hier een nieuw circuit. Drift Track Osaka. Dat ga ik dan maar doen. Play. Er stond niet bij hoe het gevormd was. Dat is gemeen. Ik heb 3 rondes. Oh. Het lijkt alsof ik goed ben. Behalve dat ik nu de muur raak. Maar dat heeft niemand gezien. En nu weer. Gewoon allemaal prachtige drifts. In een drift past een muur niet, shit. Oeps. Ja, wrong direction, dat snap ik. Banden tellen niet als muur. Een muur telt wel als muur. Jammer genoeg.
Waarom raak ik nou telkens de muur? Dat is zo jammer. Nou, niet genoeg gas. Dat telde niet als muur? Oké. Nou, ik vind het alleen maar goed, want dat betekent dat ik mijn combo hou. Ja, dan denk je, welke combo? Je hebt toch helemaal niks gedaan? Sst. Toch niet iedereen heeft dat gezien. Oh, slecht. Vanuit de drift snap ik op zich nog dat ik tegen de muur aan kan, maar ik denk niet dat dit al te goed is. Lower 45%. Ja, oké, laat maar. Hey mensen, ik laat het voor deze video hierbij. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Laat me dus even weten of je Mad Max video's wilt laten zien. Ik laat dat jullie zien. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.